zeg maar. Je wordt niet op. Ja, je moet veel zanten geven. Wat zijn dat te doen? De pot van buiten of wat jeugd? Heel belangrijk is dat wij ons op de toekomst voorbereiden op het klimaat. Het klimaat verandert. We krijgen meer droge periodes, maar ook nattere periodes. Ja, en het is natuurlijk goed dat we op zo'n schoolplein natuurlijk dat inrichten, toekomstbestendig maken. En dat de kinderen vooral ook weten waarom dat we doen. Hè? Dat we de kinderen ook weten, zij zijn de generatie die na ons komt. Dat we weten, dat toentertijd is er een kentering geweest van het beleid van schoolplein, tegels eruit, bomen erin. En dat het water weer weg kan. En dat ook de hittestress, dat ze dat kunnen voorkomen door onder een keer een boom te gaan staan. Het is natuurlijk ook fantastisch dat we met onze raadswerkgroep participatie krijgen. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit het waterschap. Dat we naar de toekomst moeten kijken en ook een stuk verstening moeten tegengaan. Willen we de toekomst veiligstellen voor onze generaties die eraan gaan komen. Dit is het eerste schoolplein dat op deze manier in de regio Rivierenland zo aangepakt wordt. Dus het verdient navolging. En het is goed om te weten dat wij ook als waterschap per 1 januari ook een subsidieregeling hebben om dit soort projecten ook mee van de grond te krijgen.